De A27 van Utrecht naar Almere. Even na 4:00 middags. De verkeerspolitie zit met twee auto's achter een Peugeot 407 met Pools kenteken aan. Die hebben ze alarmlichten aan als hij achterop komt rijden bij die andere. De Peugeot slingert veel, maar dat is niet het enige dat slingert. Die bestuurder zit heel druk in de wind te bewegen, die auto. Ook zit de bestuurder bovenop zijn voorganger. Met zijn hoofd in de wind te schudden, met zijn handen te gebaren, slingert als een malle. Neem aan 8.5, want anders doe je dit soort gedrag niet. Artikel 8.5 van de Wegenverkeerswet beschrijft rijden onder invloed. Inmiddels is de snelheid alweer flink opgelopen. De meting komt uit op een gemiddelde van 179. Dat is gecorrigeerd 73 kilometer te hard. En weer wordt er gekleefd. Dit scheelt maar een paar centimeter. En ook hier wordt er genadeloos gekleefd. Ja, en we zitten nu bijna op het knooppunt. Vooralsnog rijstrook 1 richting Amsterdam-Almere. En het kleven gaat maar door, zelfs op hoge snelheid in de bocht. Ik ga maar rechts in halen. Dus die net niet. En het gas gaat er weer flink op. En dan pakt hij op het allerlaatste moment de afrit Almere buiten. De auto gaat zo hard door de bocht dat hij slipt. Ja, hij slipt er hem bijna dwars in de lus. Nu bovenaan met de lampjes met groen linksaf Almere. Ja, en het laatste moment telt hij voor rechtsaf. Ik zie jullie staan. En dan gaan we zitten achter het witte busje. En de collega's zitten ervoor. Krijgt het voertuig in de volgtank. Maar volgen, daar heeft hij toch geen zin in. Ja, we zitten al op de rotonde. Hij gaat in ieder geval niet volgen op de rotonde. Meerdere personen in het voertuig. Dan gaat hij terug richting de tussenring. Maar dan is het feest toch echt afgelopen. De auto wordt klemgereden. De vrouwelijke passagier wordt tegen de auto gezet en de bestuurder ook. Ze worden beide getest op alcohol en lijken beide onder invloed. De bestuurder ontkent dat hij onvoldoende afstand hield, want hij reed met zijn linkervoet boven de rem, zegt hij, en kon daardoor snel reageren. Het telkens knipperen met de alarmverlichting deed hij om andere Poolse bestuurders te begroeten. Hij krijgt een flink rijtje boetes. Voor rijden onder invloed, snelheid, kleven, tripleren, slingeren, rechts inhalen en het in de slip raken. Omdat hij in Nederland woont, wordt hij ook aangemeld bij het CBR voor een verkeerscursus. Als hij niet komt opdagen, wordt zijn rijbewijs voor Nederland ongeldig verklaard. En niet te vergeten, zijn rijbewijs wordt ingevorderd, want hij reed immers 73 km per uur te hard.